gevieteren. Het eerste wat ik ga doen, is de viskar leegmaken. Alle viederspullen mogen eruit. En waarom ik dat doe, dat vertel ik straks. Eerst het foedraal. Het foedraal staat veilig in de mancave bij mijn andere visspullen. En waarom ik mijn viederhengels niet meeneem, ga ik je nu vertellen. Ik ga een nieuw kanaal verkennen, kilometer of 50 hier vandaan. Het water is een meter of 3 diep en ik weet er eigenlijk niks van. De beste manier om zo'n water te leren kennen is vissen met kunstaas. Dan leer je de bodem kennen en je vindt plekjes waar je lekker kan zitten met je viederhengels en waar je ook nog eens een keer je auto kwijt kan. Ik ga het water verkennen met 2 ultralight hengels en shads. Die vis je namelijk langs de bodem en dan leer je heel snel hoe het bodemverloop eruit ziet. Het is prachtig weer vandaag met een stralende zon. En ik verwacht ook helder water op het kanaal. In zo'n geval kies ik het liefst voor groene varianten. In dit geval chartreuse met een zwarte buik. Mocht het weer donkerder worden, dan ga ik naar een wat donkerder aas. Jawel, ook weer met een zwarte buik. Mocht je willen weten waarom, kijk dan even naar de link aan het eind van deze video. Ik vis vandaag in principe met shads van een centimeter of 10 en daar gebruik ik dan graag een 5-0 haak, een langstrelige, van 5 gram op. Zo nodig, mocht het gaan stromen, heb ik ook nog 7 gram en 10 gram bij me. Ik neem 2 hengeltjes mee, de Black Savage van Savage Gear, 2,28 meter en 5 tot 20 gram. Er is een molentje op van Pen, de Fierce 2 als ik het goed heb. Het tweede hengeltje is een hengeltje van Spro, 20 gram, 2,40 meter. Hij heet de Golden Ridge en ook daar zit een penmolentje onder. Uit de 3000 serie, de Sargus 2. Ik heb een kilometer of 10 langs het kanaal gereden en aardig wat stekken gevonden. Niet allemaal even toegankelijk of comfortabel, maar in ieder geval bevisbaar. Er zaten ook aardig wat vissers vandaag. Maar ik wil graag hier vissen. Hier had ik mijn zin op gezet, dit gedeelte. Het ziet er heel bevisbaar uit en toch vist er niemand. En dat vind ik verdacht. Ik hoop niet dat er een addertje onder het gras ligt. Maar mocht het zo zijn, dan kom ik hem vandaag wel tegen. Want ik ga deze kant bevissen met kunstaas. En dan maar zien wat ik tegenkom. Hopelijk geschikte stekken om te gaan viederen in de toekomst. Een uurtje aan het vissen en ik heb nog geen serieuze aanbeet gehad, alleen een paar tikken van baarsjes.
Het water stroomt harder dan ik dacht. Maar 5 gram is toch voldoende. Alleen, het water is ook donkerder dan ik dacht. Dus ik ga omschakelen naar een donkerbruin aasje met zwart. Positieve nieuws is dat ik een stek ontdekt heb die me bevalt. Deze. Lekker uit het zicht. In de schaduw 's middags, hoop ik. Ik ben weer terug op de plek waar ik begonnen ben. En ik verspeel net een mooie snoek. Op een bruine shed. Ik heb nog een tijdje een tankje staan gooien, maar hij wil hem niet meer. Dus ik heb er nu een andere aan. Een groene. Kijken of ik hem daarmee kan verleiden. Nou, als het niet lukt, of ook als het wel lukt, ga ik een stukje de andere kant op lopen. Een uurtje of zo. En verder zoeken naar potentiële feederstekken. Wish me luck. Hij heeft er geen zin meer in. Ik ga een stukje verderop. Het was steeds beter weer op te snoeken, want het begint te waaien. Ik heb een uurtje gevist met een shed, maar de roofvis had er geen zin in. De missie is wel geslaagd, want ik heb een stek gevonden, deze. Uiteindelijk had ik de keuze uit een stuk of 5-6 stekken, maar dit spreekt me het meeste aan. De volgende keer dat je me hier gaat zien, is met feederhengels. Ik ga nu terug naar de auto, gooi nog een beetje onderweg en vis nog even dat stukje bij de auto uit met een ander kleurtje. Toch weer terug naar bruin. Onderweg duikt er toch nog een baars op mijn bruine shed. Het werkt. Blijf hier nog even staan. Je weet maar nooit. Vaak zitten ze dicht bij elkaar, die baarzen. En ook nog een snoekje. Bijna op dezelfde plek. Misschien 5 meter naast waar ik die baars ving. Grappig. Ik ben weer terug op het kanaal en deze keer met mijn feederhengels. Alles staat klaar. Ik ben heel benieuwd of er op dit kanaal nog oude grote braasems rondzwemmen. Eerst even voeren. Op de hengel achter het taluut vis ik zoals ik altijd vis. Gevlochten hoofdlijn, afhoudertje, een loodje van 20 gram en dan semi-fixed een titanium leader. Met daaraan een onderlijntje van 1800ste, haakje 10 en aan de her 2 maiskorrels en een drijvend hondenbrokje. De tweede hengel gaat naar de overkant, ook weer hetzelfde principe, alleen nu. Met een voerkorfje, gevuld met normaal lokvoer. Het onderlijntje is in dit geval 2200ste. Het aas bestaat uit een wefter met een worm aan een her.
Lekker of die braafste hem hier omhoog kan kijken. Deze komt precies na een uur vissen. En dat is niet voor de eerste keer dat we dat overkomen. Nou, leuk begin. Vis van een centimeter of 50. Op naar de grotere. Ik zit ruim een uur te vissen. En ik verspeel net een serieus grote brasem. Dus ze zitten er wel. Het is koud geworden trouwens. Ik denk dat ik even mijn jas ga halen in de auto als het zo doorgaat. Want die wind is behoorlijk fris. Snel verder vissen. Net als ik de camera uitzet, krijg ik de eerste aanbeet op mais. Een half wasje. Nou, die jas die moet nog maar even wachten. Nou, dit is een super korte visdag geworden. Ik haal net mijn jas uit de auto. En ik zie dat ik een lekker band heb. Ik heb alleen een thuiskomertje, dus ik moet er vandoor. Dan kan die gerepareerd worden, dan heb ik morgen weer een auto. Ja, het is balen. Dat is heel jammer. Ik kom hier in ieder geval terug, want het water intrigeert me wel. En ik heb een hele mooie grote brasem gezien. Nou, tot de volgende keer. Ik ben weer op de plaats delict. Deze keer een paar honderd meter verderop, want er zaten twee vissers op mijn stek. Nou ja, hun stek. Dat heb ik met de gast natuurlijk. Het is hier iets breder. Wel een hoop herrie van de weg achter me, echt vlak achter me. En ze zijn ook nog eens bezig met wegwerkzaamheden. Met een drillboor. Nou ja, we doen het er maar mee. Ik hoop in ieder geval dat het droog blijft. Het waait behoorlijk en de voorspellingen zijn niet erg gunstig. We gaan het beleven vandaag. Ik heb gevoerd. De hengels liggen erin, dus ik ben er helemaal klaar voor. Dezelfde tactiek als de vorige keer. Ver weg. Vorm met een wefter. En dichtbij mais met een brokje. We gaan beginnen. Het waait hard. En ik zit niet echt comfortabel op een schuine kant. Waar ik geen brolly op kan zetten. Dus laten we alsjeblieft hopen dat het droog blijft vandaag. Mooie brasem van 52 centimeter. Ik krijg op het moment heel veel aanbeten van witvis en halfasjes. Het valt niet mee om je daar doorheen te vissen. En ik blijf toch op zoek naar de betere brasems. Nou, verder vissen maar. Geef het niet op. Inmiddels is het stormachtig. Nummer 2 komt op de werf toe met worm. Een mooie vis van 55 centimeter. Het blijft maar stormen. Half uur waai ik uit mijn hemd. Dan krijg ik vooral aanbeten van witvis. Maar gelukkig zit er af en toe een brasem tussen, zoals deze. Het is wel geen monster, maar ach, ze tellen allemaal. Hij mag terug. Nou, het begint te regenen. Ik heb bijna 5 uur gevist. En wat heb ik gevangen? Ik denk een kilo of 5, 6 witvis. Van alles en nog wat, baarsjes ook ertussen. En 3 redelijke brasems. En dat laatste valt een beetje tegen. Ik weet eigenlijk niet of dat goed of slecht is op dit water. Maar ik heb wel het gevoel dat het veel beter kan. Maar ja, niet met dit weer. Het is echt slecht weer. Het heeft de hele dag gestormd. Het is al dagen heel onstabiel. Ik denk dat ik volgende week terugkom en het nog een keertje probeer. Als het weer een beetje mee zit.
Er zit meer in volgens mij. Nou, tot de volgende keer. Na een onstuimige week met veel wind en regen ben ik weer terug op het kanaal. En vandaag is het prachtig weer. Een lekker zonnetje, graad of 18, wisselend bewolkt en een klein kabbeltje op het water. Ik heb er zin in. Ik zit op hetzelfde stuk als waar ik de eerste keer gevist heb. En ik ben nou toch zeer benieuwd of er vandaag grote bruisems uit gaan komen. Alles staat klaar. Het enige verschil met de vorige keer is dat ik deze keer de wormen een Prokelviet-dip ga geven. Nou, mijn worm krijgt een lekker Prokelviet-dipje. Ik hoop dat het helpt. Ik heb de hengels er maar even uitgehaald. Dit is wel erg grof. Ik zat al een half uur naar twee trillende hengels te kijken. Maar ik haak niks. Het is allemaal heel klein spul. Grondels misschien wel. Vooral die worm is erg in trek. Maar het schiet niet op, het zijn minimale stootjes. Geen fatsoenlijke vissen ertussen. Nou, nu zal er wel iets aanhangen zo langzamerhand. Kijken wat het is. Nou, daar hebben we een van de boosdoeners. Kennelijk zijn dit soort visjes die we bezighouden. Geen bruisem te zien tot nu toe. Ik heb ruim 3,5 uur gevist. Het enige wat ik gevangen heb, is een paar kilo witvis. Allemaal klein spul. Er zat zelfs geen fatsoenlijke bliek of een halfwasje tussen. Dan staan we brasem. Ja, ik ben toch bang dat dit een trend aan het worden is. Op heel veel stilstaand, openbaar water. Kijk, dat ik niet kan vissen, dat weet ik wel. Maar het is toch wel heel opvallend dat je dit steeds vaker ziet, meemaakt en hoort. Vooral de bruisemstand holt achteruit in sommige delen van Nederland. Dat is jammer. Het is niet anders. De volgende twee filmpjes gaan over snoekvissen. Dus dat plaats ik de komende weken. En ik denk niet dat ik nog ga vieren dit jaar. Wel nog met de pen op kruipen vissen natuurlijk. Daar liggen toch wel mijn roots. Tot de volgende keer. En goede vangsten. Thank you.